Ik zou bijna zeggen, zo werk je bij Bolletje en zo ben je trekker van Afvalloos Twent. Ja, zo kan het gaan, hè. Sinds 30 mei ben ik wethouder in de gemeente Wieren. En daarvoor 21 jaar lang met Bolletje gewerkt. Hier verderop, 5 kilometer verderop. Altijd in de verkoop gezeten. En ja, het was tijd voor een carrière switch. Dus ik denk, ik ga in de politiek. Van Bolletje in de politiek. Wij organiseren dit afvalsymposium om de paar jaar. Om in beeld te brengen van wat zeg maar, de resultaten zijn tot nu toe. En hoe goed gemeenten op dit moment bezig zijn met afvalscheiding. Er zijn gemeenten die al onder de 100 kilogram zitten op dit moment met hun restafval. En de bedoeling is, het doel is eigenlijk te gaan naar 50 kilogram restafval per inwoner in 2030. Nou, dan zijn we op de goede weg. Maar er zijn ook gemeenten die wat meer hobbels te nemen hebben. Maar we gaan zeker ook elders kijken. En wat ook interessant is, dat zijn natuurlijk de Scandinavische landen. Die zijn al een behoorlijk end met een aantal dingen. Duitsland, dus wij gaan daar zeker kijken, ja. Nou, waar wij ons bezig mee houden, dat is met afval. Kijk, je kunt van afval zeggen van, nou ja, afval is afval. Je kunt daar niks meer mee en dat moet op de een of andere manier verwerkt worden, zodat het zo min mogelijk schadelijk is voor het milieu. Maar je kunt ook een stap verder gaan en daar zijn we nu eigenlijk mee bezig. Door te kijken, wat kun je met afval eigenlijk doen? Afval kun je gebruiken, je kunt het hergebruiken. En als je nog een beetje meer moeite doet, dan is afval zelfs een grondstof. En de bedoeling is eigenlijk, dat, en dat heeft de regering ook gezegd, dat in 2050 er geen afval meer bestaat, maar dat alles wat wij nu afval vinden, dat dat dan een grondstof is voor iets anders. Plastic soep is op dit moment actueel. Is daar een oplossing voor, denkt u? Nou, er wordt hard aan gewerkt. Hè. En ik denk ook wel dat daar best iets aan gedaan kan worden. Maar het eerste is wat we moeten doen, is dat het niet groter wordt. Ja, want het groeit nog steeds. En er wordt zoveel plastic gebruikt in de wereld. Laten we daar beginnen iets aan te doen. Hè. Je moet, we hebben onze idealen hoog liggen. Dat is heel goed. Maar je moet ook begrijpen dat er dus kleine stappen gemaakt moeten worden. Die stappen moeten wel gemaakt worden. En daar moet iedereen aan meewerken. Burgers, bedrijven, overheden. Iedereen moet daaraan meewerken. Een stapje verder is dat de bedrijven die verpakken in plastic hetzelfde soort van plastic gebruiken. Dat is veel makkelijker voor recycling en hergebruik. Kijk, dan is plastic ook prima. Ik ben hier van 1980 tot 86 officier van justitie geweest. Lang geleden hoor. Ja.